We gaan vandaag weer een nieuwe Knockout City video spelen. En vandaag de bal die we hebben is de cage bal. En die bal houdt dus eigenlijk in dat... Zo, het gouden team. We zijn echt met alleen maar chicks, joh. We zijn alleen maar chicks. En dit? What the fuck? Eén chick. Mensen! Ja, de cageball is dus eigenlijk, houdt dus eigenlijk in dat je iemand anders gevangen kan houden in de bal. En dan moet je hem zo snel mogelijk van de map afgooien of iets dergelijks. Dus we gaan kijken wat het allemaal is. Oké, hij is er eerder bij. Oh, hij gooit een curve. Wat een mooie curvebal. Oké. Vorig potje hadden we gelukkig gewonnen de laatste ronde. Ik ben allemaal weer af. De eerste minuut in de game en ik ben gewoon wel af. Maar wat de vorige keer hadden we gelukkig wel gewoon gewonnen. Dus dat is super nice. Ik heb er weer meer vertrouwen in. Ik heb er weer wat meer zin in. En ik heb de cageball. Come on. Come on, man. Oh, die gaat mis. 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 Oké. Okay. Ja, pak de bal. Nee. Oh, mijn god. Oké. Okay. Heb ik hem? Nee, ik heb hem niet. Oh mijn god, wat een chaos hier. Ik ben hier eens eventjes... Ik ben al weg. We gaan naar 0-3. Holy shit, deze mensen ownen ons. Verschrikkelijk. Ik heb niet echt een heel goed gevoel al over deze ronde, moet ik hier lelijk toegeven. Ik zoek eigenlijk eventjes een normale bal. Ik zal eens even kijken. Het is ook weer een hele gloednieuwe map waarop we spelen. Even kijken hoor. Mensen, ik ben eigenlijk eventjes op zoek naar een bal. Zonder een bal ben je namelijk helemaal nergens. Oh, we hebben gewoon tie gespeeld, joh. Ik ben helemaal geen zak aan het doen hier. Ik ben alleen maar aan het zoeken naar een bal. Voor die wrecking ball moet ik oppassen. Oké, ik zie daar een cageball. Kijk. Weet je, geef me die normale bal maar. Daar kan ik net iets meer mee. Waar zijn ze allemaal? Ik loop ze allemaal mis. Oké, daar zit iemand voor. Nee, cancel hem, cancel hem, cancel hem. Ik kan hem niet gooien. Ah, die is al dood. Is hij al dood of niet? Nee. Waarom doe ik? Waarom de hel? Ik voel me zo nutteloos in dit hele potje gewoon. Ik kan niet participeren in society, man. Wat ben ik aan het doen? Ik ben letterlijk helemaal geen fuck aan het doen. Wat? Wat gebeurt hier nou? Ik heb nog geen bal aangeraakt voor mijn idee. Het is ook gewoon alsof de enemies mij niet zien ofzo. Het is alsof ik compleet invisible ben. Je zou me uit deze match kunnen halen en dan zou er niks veranderen gewoon. Ik ben helemaal niks aan het doen. Hier! Ja, dankjewel! Ik word geraakt! Hier! Yes, ik heb hem, ik heb hem. Oké, top. Ik maak me even zorgen dat ik niet eens bestond gewoon. Oh, is het vast. Teammate? Ja. Of nee, ik ben eraf. Ik word eraf gegooid. Of toch niet? Kijk eens aan. Eens even kijken hoor. Daar beneden, daar beneden. Oké. Okay. Waar zijn ze? Daar. Ja, nice. Oké, okay. Ik doe weer mee jongens. Ik heb weer zin. Ik ben geen zuurstof aan het verspillen. Oh shit. Teammate? Is het een teammate? Nee. Gooi me er niet af. Ik kan niks meer. Die cageballs zijn wel even next level. Want als je ze eenmaal raak hebt gegooid, moet je ook nog eens die mensen eraf gooien. Maar ze kunnen dus ook tegen je gaan gebruiken. Oké, 8-5. Ik speel wel met goede teammates. Daar ben ik in ieder geval wel blij mee. Ze zijn beter dan ik in ieder geval. Wrecking ball. Oh, zo. Dat was nice. Oh, oké. Doei. Ik heb ook wel wat kills gemaakt, hoor, daar niet van. Oh, shit. Ja, jij gaat ook neer. Kijk, ronde gewonnen. Dat ging lekker. Met vijf punten gewoon gewonnen. Niks om op aan te klagen. Zeker niet. Zeker niet. Maar we moeten er natuurlijk nog eentje winnen. Of twee. Ligt eraan wat het andere team doet. Kom maar op. Kom maar lekker op. Ik zie daar een bal. Dat is een cagebal. Snel. Ja. Vast. Ik ga je er vanaf gooien. Daar houden we, jongens. Daar kun je niks meer mee doen. Kijk. No escape. Dat is een trofee die ik kreeg.
Bal. Ballen in deze map zijn wel wat lastiger te zoeken. En hier speelt het hele gevecht zich constant eigenlijk al af. Oké. Gooi maar. Waarom ziet niemand mij? Ik wil juist dat je naar me toe gooit. Niemand past ook naar elkaar, hè? Iedereen wil zijn eigen kills maken. Ook, snap ik ook wel. Ja, ik heb hem. Je bent dood. Geef me die bal. Nee, hij heeft hem, hè? Nee. Shit. Ah, ik ving iets te vroeg. Oké, maakt niet uit. 2-1. 2-2. It's all tied up. Tied up. Oh, kom op, geef me die. Snow, dood. Die heeft al een... Ja. Geef me de bal. Auw, teammate en ik sprongen tegen elkaar. Ah, geef me een bal. Ik ben dood. Ik ben al iets meer dood gegaan dan ik eigenlijk had gewild. Kijk, dood in dit spel ga je sowieso toch wel een keer, maar... Op een gegeven moment zou je toch wel een beetje moeten oppassen met wat je precies aan het doen bent. Maar aan de andere kant wil ik ook wel offensive spelen, omdat ik... Oh, ja, ik heb hem. Ja, net op de goede game. Oh. Ja. Oh, hij valt van de map af. Lekker voor je, bitch. Oh, shit. Er zijn er twee. Daar wil ik eigenlijk liever niet op af. Niet totdat ik een bal heb of zo. Ik zie er daarin liggen. Die gaat mis. Drie man. Ik ben weg. Ja, die was raak. Op zijn snuffert. Een leven kun je niet meer terugkrijgen voor zover ik weet. Goed gespeeld. Holy shit. Goed gespeeld. Goeie play. Oké, die is geraakt. Lekker teammate. Ja. Ah, nee. Ah, jammer. Ik ben echt veel dood gegaan. Echt heel erg veel. Ik denk al 4 keer of zo. Maar goed, ik ben ook wel tegelijkertijd wel aan het helpen. Want ik heb al gewoon een paar kills gemaakt. We hebben een assist, dat is goed. Een assistje. What the fuck? Oké, een cageball. Hij zit erin. Dan ga ik die andere afmaken met die cageball. Kom. Nee, geef me die cageball. Ja, nee, oké, teammate heeft hem al. Ja, die is dood. Ik ben ook weer dood. Ik ben echt veel dood gegaan. Ik ben dood gegaan door een explosie. 8-9. Oei. Nou, als we dit verliezen, is het nog niet einde. Het gaat alleen maar spannend worden. Alleen maar leuk voor de video is dat. Achter je, bitch. Zit je vast? Nee, wat? Waar? Hey, ik ben geen leven kwijt. Ik werd gewoon gebeukt, denk ik. Shit, jongen. Nee, oh ja, teammate, gooi mij! Nee, ja! Oké, we hebben gewonnen. Nice. Ik kan er wel iets op zeggen, maar ik weet niet precies wat er allemaal gebeurde aan het einde. Maar we hebben wel lekker gewonnen. Zij doet de robot. Kijk, lekker hoor. MVP'tje, Ice Cube. Ik wist wel dat ik de MVP niet zou zijn. Ik ben best veel dood gegaan. Leuke emo trouwens. We gaan natuurlijk gewoon weer lekker verder met het volgende potje. Want we doen altijd 2 potjes achter elkaar. Dus mensen, ik zie jullie gewoon weer in het volgende potje. Hopelijk dat we 2 keer kunnen winnen vandaag. De aflevering komen, we zijn in een potje gekomen. We zien een hele andere map weer. Sniperbal. Nou, daar heb ik toch wel iets meer aan, denk ik.
Ja, in de tutorial heb ik die ook gespeeld. Met de sniperbal. En hij is best wel heel chill. Van hele lange afstanden kun je neerhalen. Oké, okay, Roxy cheat, King Nori. Come on, jongens. TKO. Round 1. Oh, ja, ik krijg... Oh, ik heb blijkbaar iemand vast. Die wil graag gegooid worden. Dan gaan we dat... Oh, wat gebeurt er? Oh, ik ga in zo'n laser staan. Oké, okay, maakt niet uit. Oh, man. Oké, okay, ja. Ik wist niet waar... Oh, shit. Oké. Okay. Je moet eens oppassen voor die sentries. Als je in het licht gaat staan, dan... Dan krijg je een cageball naar je knop gegooid. Dus daar moet je wel echt even goed voor oppassen. Maar als we dat doen, dan moet het allemaal helemaal goed komen. We staan in ieder geval al voor. Oké, daar is iemand. Daar is iemand. Ik zie hier een sniperbal. Die is nice. Moet je wel altijd even goed chargen, die dingen. Oh, net mis, hè. Net mis. Oh, ik heb je... what the fuck? What the fuck? Soms hou ik er ook niet meer bij, jongens. Mijn brein... Het gaat soms voor mijn brein net ietsjes te snel. Dit is een sniperbal. Oké. Oké. Oh, man. 5-2. We gaan wel goed, maar ik ben niet helemaal goed aan het gaan. Ja, ik heb een kill. Goeie. Hieronder zie ik iemand. Ik zat nog net in die animatie vervangen. Net uit die animatie vervangen. Ik was er net uit. Maar we gaan goed, we gaan goed. Blue team is pulling way ahead. Okay. Oh man! Ik... Teammate, pak mij. Ja. Oh man. Ik heb nou weer iemand anders vast. Wat is life? Wat is happening? Ja, oh, teammate stuitert er naartoe. Had hij hem? Geen idee. Nee, hij had hem niet. Ik ga niet in het licht staan, want dat is super niet handig. Maar we hebben de ronde gewonnen. Ik heb volgens mij maar één kill gemaakt, maar dan doet het er allemaal niet toe. We hebben natuurlijk gewoon gewonnen. Dus, kijk. Gaan we dan toch 2 keer winnen vandaag? Mikros en Michaels tegen elkaar. Pas op voor het licht, jongens. Pas op voor het licht. Pas op voor het licht. Sniperbal is hier. Oh, ik ben nog geraakt. Oké. Oh, mispoes. Pas op voor het licht. Dit is wel een lastige map. Want er is ook dat licht dat je de tijd tegen moet houden. Cancel de pro, ik zie niemand namelijk. Daar is dat stomme licht weer. Nice. Wow. Ik probeer er van iets te dichtbij te gooien daar, hoor. Dat gaat ook niet altijd helemaal goed. 4-2. Het licht. Het verschrikkelijke spooklicht. Oppassen. Oké, ik zie daar ballen liggen voor keuze. Jijks. Teammate, kom hier. Normale bal. Oké, okay, cagebal is naar me toe gegooid. Ik zie alleen iemand. Double KO, nice. Waar zijn ze? Oh, hij had al een cagebal. Waar gaan we naartoe met hem? Oh, we hebben hem blijkbaar. Ja, we gaan goed hoor. Nog eentje. Hier ligt een bal. Nou, laatste slachtoffer. Wie is het?
We hebben gewonnen. We hebben gewoon gewonnen. Twee potjes vandaag. Dus, mensen, vonden jullie leuk dat we vandaag zoveel gewonnen hebben, zoveel goede dingen hebben gedaan? Doe even een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en dan spreken jullie de volgende keer in een nieuwe video. Later, mensen.